Stel, Roeland, beste tv-kijkers, welkom. Stel, ik ben trainer van de tegenpartij van DVS 33. En mij wordt gevraagd hoe voor de wedstrijd. Ja, ik vond DVS 33 zeer sterk spelen. Prachtig voetballende ploeg. Of hij zei, ik vind DVS 33 zeer wilskrachtig. En daarom hadden we eigenlijk geen schijn van kans. Welke van de twee zou jij willen dat hij zou zeggen? Het interesseert me eigenlijk helemaal niet wat een ander zegt. Of was hij voor mij bedoeld? Hij was voor jou bedoeld, ja. Kijk, want het valt me wel op dat heel veel trainers van de tegenpartij zeggen, ja, DVS speelt echt een fantastisch leuk spelletje. Maar soms denk ik ook wel eens, het is een spelletje wat makkelijk op een gegeven moment te ontleden is. En één fout paasje op het middenveld en boem, hij ligt erin bij DVS dan. Nou, als wij echt in onze kracht zijn, dan denk ik dat wij juist ontzettend moeilijk te verdedigen zijn. Want het systeem wat we spelen is ontzettend moeilijk te verdedigen. Omdat wij willen hebben dat er veel beweging is, dat er snel gespeeld wordt, dat er veel één keer raken gespeeld wordt. En dan zijn we ontzettend moeilijk te verdedigen. Alleen, we moeten wel rekening houden met dat wij een aantal nieuwe spelers hebben. En dat we gewoon weer op nul moeten beginnen. En dat, daar zijn we nu mee bezig en het loopt nog niet zo gesmeerd. Maar goed, we moeten dus ook niet dingen gaan vergelijken met vorig jaar. Hè. We moeten gewoon kijken naar nu, dus wat gaat goed en wat moet beter. En uiteindelijk moet het wel naartoe dat we gewoon weer een hele goede ploeg worden die heel moeilijk te verslaan is vanwege hun spel. Maar ook gewoon vanwege de manier van spelen als het gaat om aanvallen, verdedigen, mentaliteit. Dus daar werken we hard aan. Als supporter, maar ook als verslaggever van DVS vind ik dat de ploeg nog niet in balans is. Wat vind jij ervan? Nou, dan kaats ik hem terug en dan vraag ik aan jou, wat is balans? Met balans, ik geef even een voorbeeld. Op het middenveld heb je niet allemaal dezelfde types voetballers nodig. Types spelverdelers. Ik denk aan Hayri, vind ik een spelverdeler. Pot vind ik een spelverdelerstype. Koen eigenlijk ook wel. Maar er zit niet een vuurvreter tussen. En dat bedoel ik met balans. Op het middenveld moeten vuurvreters zijn. Maar ook één of hooguit misschien twee spelverdelers types. Dat bedoel ik met balans. Nou ja, en met vuurvreten. Nou, kijk, je moet gewoon doen met de spelers die je hebt. Hè? En daar zijn we tevreden mee. En dat zijn andere spelers weer als vorig jaar. Daarom zeg ik ook steeds van, we moeten niet naar vorig jaar gaan kijken. Want we gaan heel snel gaan vergelijkingen maken. Dus we gaan gewoon op een andere manier spelen. Hè? Dus we hebben andere spelers. Dat betekent dus dat er andere dingen ten opzichte van elkaar gaan gebeuren. Ja, en dat moeten we goed op elkaar afstemmen. En inderdaad, je hebt bijvoorbeeld spelers met veel diepgang. Maar je hebt ook spelers die veel in de passing zitten. Die meer spelverdelers zijn. Spelers die graag een bal willen afpakken. Die daar heel goed in zijn. Ja, en daarin, als je het dan hebt over balans. Ja, dan noem ik balans vaak. Kijk, we moeten het op elkaar afstemmen. Dus het is eigenlijk ook een soort van non-verbale communicatie. Kun je het noemen. En goed, daar zijn we hard mee aan het werken. Maar goed, dat kost soms wel wat tijd. Waar ik ben in een kritische bui. Dat mag wel een keer, Roeland. Hè? Want meestal ben ik heel positief. Maar ik kijk ook wel eens naar lichaamstaal bij spelers. Zeker bij zo'n samenvatting, hè, ASWA. En dan zie ik twee verdedigers naar elkaar kijken van, hey, was het nou jouw man? Was het mijn man? En dan denk ik, lichaamstaal. Kijk, met lichaamstaal kan ik ook niet zoveel. Wij kijken dus gewoon weer naar welke handelingen zijn er nodig om bijvoorbeeld goed te verdedigen. En daarin zijn zaterdag ook gewoon een aantal dingen gewoon niet goed gegaan. En dat moeten we gewoon weer beter doen. En hetzelfde als wat ik net zei, als je met een speelwijze bezig bent. Ja, dan roepen mensen weer, ja, speelwijze is leuk, maar je moet resultaten halen. Nee, een speelwijze is altijd om resultaat te halen. Dus je bent ergens mee aan het werk om zo goed mogelijk op elkaar ingespeeld te raken, zodat je resultaat gaat halen. En bij het ene team gaat dat wat sneller als het andere team. Dat ligt er ook aan of je veel wisselingen hebt gehad of niet. Ja, en bij ons kunnen wij nog wel op dit moment natuurlijk resultaat halen. Maar goed, we moeten een aantal dingen heel goed uitvoeren. En zaterdag zie je ook weer dat we tegen een goed ingespeelde ploeg zijn. Die echt in de flow zitten. Dan moet het ook wel meezitten, want we maken eigenlijk een goede goal die afgekeurd wordt vanwege een vermeende handsbal. Nou, dat zal er ook wat anders opleveren. Kom je 1-0 voor daar of nu heel negatief met 2-0 de rust in, vlak voor rust ook nog.
Kijk, dat zijn allemaal dingen wat mee kan helpen in een bepaald proces. Maar uiteindelijk, ja, zulke dingen moeten we afdwingen. En afdwingen is dan, je moet gewoon goed spelen. Dus je moet goed weten van elkaar hoe iedereen speelt, hoe dat op elkaar afgestemd is. En daar zijn we mee aan de slag, aan het werk. Ik vind het wel mooi dat je in jezelf en in het team blijft geloven. En ik wens je daar veel succes mee. Ook in de voorbereiding naar Rijnsburgse Boys. Pittig potje. Ja, maar we zijn er begonnen, Piet. Dus volgens mij, als we toch naar vorig jaar kijken, was dit ook niet zo'n beste serie in deze die er nou aankomt. Dus laten we dat maar beter gaan doen. Maar nee, natuurlijk. We zijn er begonnen en ik heb alle vertrouwen in deze spelers en dit team en in deze staf. En we gaan er een heel mooi seizoen van maken. Ik heb er ook nog steeds veel vertrouwen in, Roland, hoor. Succes, hè? Dankjewel. DVS-TV publiek, zoals u ziet wordt er ook op keepersniveau al vrij vroeg met de jeugd getraind. Het is echt ongelooflijk. Vaak een ondergeschoven kindje eigenlijk, keeperstraining. Maar als je dit ziet, dat is dat wel behoorlijk professioneel, Vincent Vister. Nou, dat is ook zeer professioneel. Wat dat betreft zijn we ook bezig met onze keepers. En we hebben een goede keepersopleiding, al zeg ik zelf. Aart is hier bezig met de jeugd vanaf de D-leeftijd. Daarvoor doet Gert-Jan net. Die doet dan de lagere jeugd wat dat betreft trainen. Nee, super. Er wordt veel aandacht aan geschonken. Oké, even voor alle duidelijkheid. Wat is jouw functie binnen DVS? Want dat moet voor het DVS-TV-publiek natuurlijk al duidelijk zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ben de voorzitter van de technische commissie jeugd. We hebben sinds 3 jaar nu een technische commissie jeugd. Daar valt onder, om dat even duidelijk te maken, de opleidingen wat we hier doen, de Jack van Zanten bijvoorbeeld, de hoofdopleidingen, die zitten in de technische commissie jeugd. Daar hebben we de interne scouting in zitten, we volgen alle spelers, heel nauwgelet, het hele jaar door. Dat zit binnen de technische commissie jeugd. En we hebben binnen de technische commissie jeugd iemand die houdt zich bezig met de breedte sport, met de niet-selectieteams, om het zo maar te zeggen. Heb je per persoon ook echt zo'n pop, persoonlijk ontwikkelingsplan? Voor elke jeugdspeler? Nou, voor elke jeugdspeler niet. Het is zo dat dat wordt binnen de selecties wel gedaan. Ja. We zijn het aan het opzetten middels een soort stoplichtformulier voor de wat jongere jeugd. Om te kijken of ze zelf kunnen beoordelen waar ze goed of minder goed in zijn. Dus binnen de selecties gebeurt dat wel. Maar het is zo dat onze interne scouting, die volgt alle jongens. Die kijken gewoon, zeg maar, er zijn personen of 7 tot 8 iedere zaterdag hier op de club bezig. En die volgen gewoon een team en dat kan de C1 zijn, maar dat kan ook de F8 zijn of de E7. Die worden bekeken, die worden genoteerd en de bevindingen worden vastgelegd. Oké, okay. DVS Jeugd heeft natuurlijk al een enorm verleden. Een jaar of 15 geleden is Dick daarmee begonnen. En dat is uitgebouwd tot een klasserijk geheel, mag ik wel zeggen. Dat, Rieders Michels Award is een klein voorbeeld. Het feit dat de DVS 31 jeugd een opleidingsinstituut is eigenlijk, gecertificeerd. Denk dat eens aan. Ja, dat klopt. Ik wil nog even Geerling er ook bij betrekken, want die is daarmee begonnen met Jack. Dan praten we over 96, 97 als ik het goed heb. Maar het klopt, wij zijn sinds ruim een jaar zijn we nu een gecertificeerde jeugdopleiding, een KNVB gecertificeerde jeugdopleiding. En daar zijn we enorm trots op. Maar dat vereist natuurlijk ook constant innoveren, blijven nadenken, eventueel zelfs samenwerken met bepaalde clubs. Ja, kom, daar kom ik zeker op terug. Je moet zo zien, Piet, wij moesten aan een heel pakket van eisen voldoen. Daar mocht je dan zogenaamd 4 jokers op hebben. 4 jokers, dat waren eigenlijk 4 minpunten. En wij zijn geslaagd, of hebben de certificering gekregen met 3 zogenaamde minpunten. Dus, maar die hebben we nu in de tussentijd, hebben we de 2 al volledig verbeterd. Dus we hebben nog 1 minpuntje, maar we zijn er zeker mee aan het werk. En wat je dan zegt wat betreft het samenwerken met andere verenigingen in de regio, ja, dat is een onderdeel eigenlijk van die certificering. De vraag van de KNVB kwam eigenlijk zo van, ja, jullie doen het hier goed, erg goed denk ik zelfs, dat ze dat vinden. Maar ik moet er enigszins bescheiden in zijn natuurlijk. Maar de vraag kwam van, joh, maar wat doe je nou met je kennis naar andere verenigingen toe? Doe je er wat mee? Nou, dat heeft ons aan het denken gezet en toen dachten we, goh, we hebben een convenant met Vitesse. Dat is een soort piramidemodel dat we nou hebben. Ook in de competitie kennen we dat nu. Hè? Van Ajax kunnen we helemaal doorgaan naar beneden. Vanaf de Eredivisie moet ik zeggen. Kunnen we helemaal doorgaan naar beneden. En het is natuurlijk ook zo. De piramide die de KNVB voorstaat is dat het hoogst haalbaar is Nederlands elftal. Nou, dat Nederlands elftal wordt gevoed. Hè? Die haalt zijn spelers uit de topteams. Die spelen in Europa, in Nederland. Hè?
En die topteams die gaan dan weer een samenwerkingsverband aan met topamateurverenigingen. Nou, zo hebben wij een samenwerkingsverband met Vitesse. Maar als je nou die piramide doorzet, dan is het eigenlijk heel logisch dat wij weer zouden samenwerken met amateurverenigingen daaronder. Convenant noem je dat, hè? Een convenant, ja, ja, ja. We gaan een convenant aan. Dat is een samenwerkingsovereenkomst, om het wat makkelijker te zeggen. En daar spreken we bepaalde zaken in af. Wat wij voor die club kunnen betekenen en wat die club voor ons kan betekenen. Ja, hartstikke goed. Want het gaat van naar twee kanten toe. DVS levert wat en Stroe zet er ook wat tegenaan. Ja, klopt helemaal. Heel goed gezien. Het is zo dat wat wij leveren, om het dan zomaar te zeggen, dat is kennis. Methodieken. Hè. We zijn, wil ik zo meteen graag vertellen, heel ambitieus bezig bijvoorbeeld binnen de 1F met een bepaalde methodiek. Methodiek is een manier van trainen en een manier van voetballen en daar moet je je consequent aan houden. En daar heb je een doel mee, wat je wil bereiken. En die methodiek zegt, nou, die kan Stroe ook krijgen in dit geval. En die gaan daarmee mee aan de gang, zodat hun spelers beter worden. Dus het hele niveau van hun jeugdopleiding wordt beter. Wat we wel afgesproken hebben daarnaast, en dat is hier wat DVS dan terugkrijgt, is dat onze scouts daar vrij mogen rondlopen. Dat was vroeger altijd een beetje stiekem gebeuren, als ik dat zo mag zeggen. En dat is nu volledig open. Ja, spelers gingen toch ook graag naar DVS, want DVS had een goede naam. Ik noem even Maurice de Ruiter. Ik noem Mike Arends, ik noem Ali Akla. Hè. Die hebben het toch allemaal goed gedaan. Pertinent waar. En dat is ook heel positief. En er zijn heel veel spelers die hoger op willen, die beter willen worden. En daarvoor kiezen om naar DVS toe te komen. Omdat men op een hoger niveau kan voetballen. En wij denken ook een beter trainingsaanbod krijgen. Maar het is natuurlijk ook voorgevallen en zeker voorgekomen dat spelers geblokkeerd werden door sociale omstandigheden in het dorp. Of dat de voetbalvereniging tegen zich keerde. Ze mochten niet meer komen. Ze mochten zeker niet meer in het café komen in de plaats. Nou, noem maar op. Nou, om dat soort emoties nu weg te nemen, kan je slimmer met iedereen samenwerken en er open over zijn. Ja, precies. En dat is uiteindelijk dus gewoon het doel. Ja, ja, pertinent. Het doel is gewoon dat wij goede spelers hierheen kunnen halen. En we hebben het nu meegemaakt van de zomer. Dan komt hier een jongetje, die komt van Stroe toevallig. Gewoon open overleg, van nou kom je meedoen. Nou, die heeft met D1, of jongen onder 13 moet ik zeggen, 1, dat is een hele mond vol tegenwoordig. Heeft hij meegedaan in de voorbereiding. En de trainers hebben gezegd, nou, fantastische kwaliteiten heeft hij. Hij doet het heel erg lekker, maar hij staat nog niet goed opengedraaid. Zijn aanname is nog niet helemaal wat het zou moeten wezen. Nou, dan moet je je nou voorstellen, als we nou in de toekomst bij Stroe dus met onze methodiek gaan werken, dan denken wij, als zo'n jongetje op die D-leeftijd is, dat hij dat wel net juist vindt. Het zijn vaak de kleine details die hem een betere voetballer maken. Ja, dus gewoon een brokje eerlijkheid naar elkaar toe is gewoon heel erg gewenst. Ja, ja, pertinent. En ik denk dat dat ook het beste werkt. Openheid en transparantie. Okay. Heb jij verder nog wat te bedden te brengen als voorzitter technische commissie? Dat kan nu. Ja, ik had eigenlijk beloofd nog heel even op die 1DF terug te komen, op die methodiek. Ja. Ik vind die zo geweldig mooi. Jack heeft daar een fantastisch programma voor geschreven. Daar zijn ze vorig jaar mee opgestart met het programma. Wat houdt dat in? Er wordt hoofdzakelijk getraind op echt techniek, technische vaardigheden, aannames, baas over de bal zijn. Dat je, alles met een bal kunt. En dat gaan we ook proberen, volledig voor het zowel linker als het rechterbeen. Tweebenig opleiden. Het tweebenig heeft dan ook nog een andere betekenis, dat we ook aan de mentale factor iets gaan denken. Dan zit je natuurlijk op F1 niveau daar nog niet, maar dat is dan de volgende stap weer die erbij komt. Het mooie is dat we iemand gaan krijgen, en dat is dan weer een nieuwtje voor DVS-TV, Herman Kok. Wel bekend hier op de vereniging, dat wordt de methodiek manager voor ENF-pupillen en gaat dat proces volledig bewaken voor ons. Wat geweldig! Ja, Piet, ik denk. Oud eerste elftalspeler en technisch gave speler. Ja, ik denk Lucien Illy, Geerling Hamstra, Herman Kok. Ik denk ook dat je dat rijtje kan invullen. Dus wat dat betreft bevindt hij zich in uitstekend gezelschap. Geweldig, goed nieuws. Ja. Het gaat je goed met de jeugd van DVS natuurlijk ook. En geeft er in samenwerking met Jack en vele anderen goed leiding aan, Vincent. Ik ga dat zeker doen. Bedankt, Piet. Oké, bedankt.